Hey, maar ik heb het al een beetje verklapt, maar jij bent altijd een beter introduceur dan dat ik de mens van de woord. Ik denk het niet, maar probeer het eens dan. Hoe zou jij het introduceren als jij een goede introduceur zou zijn? Nou, dan zou ik het eigenlijk vrij simpel zeggen. In deze aflevering gaan we het verschil uiteenzetten tussen gevoel, intuïtie en ratio. In de vorm van hoe jij het doet, hoe ik het doe. We zijn heel verschillend ten opzichte van elkaar. En hoe jij als luisteraar en kijker daar je voordeel van kan uithalen. Zo. Ik denk dat je introduceur als beroep moet gaan doen. Waarom doe jij, zoals de meeste mensen, gevoel vanuit je hart en je buikstreek, als je dat omschrijft, vanuit gevoel, vanuit intuïtie en vanuit je hoofd? Nou, vanuit je hoofd snap ik, maar waarom zit je gevoel in je buik en bij je hart? Dat is echt een bijzonder goede vraag. Waar zit gevoel? Waar zit intuïtie? Dat zit nooit in je hoofd. Nou, dit is het. Dit is gewoon het antwoord. Dan zijn we klaar. Ja. Hey, wij zijn John. En Jeanette. Hier in de Life Love Business Podcast geven we jou alles wat je nodig hebt om meer misbaar te worden in je bedrijf. En een 8,5 te scoren op ieder vlak van je leven. Maar wel uiteraard op de manier die wij Relax Vlammen noemen. Bijzonder goede dag vrienden hier in de Life Love Business Podcast. Jeanette, welkom. Dank je. Leuk dat je er weer bent. Dank je. Vorige aflevering die we samen hebben opgenomen, die was goed hè? Ja. Ja, over shamanisme en al dat soort zaken. Dat is ook echt een van onze best beluisterde afleveringen ooit. Denk ik ook, ja. Nee, dat weten we nog niet, want nee. Op dit moment zat er slechts 5 minuten tussen. Ja. Maar het kan best wel eens, het kan een dikke hit worden. Maar dat is mijn gevoel erbij. Godsamme, dat is een brug. Ja, dat is een goeie. Niet eens bedacht. Nee, dat zag ik naar je hoofd. Ja. In je hoofd schoot tegen wat te vangen. Dat is een goed. Oh, je zag het zo mijn oogopslag of zo. Ja. Ja, nou, in je hele gezicht. Ja, ja. Voor de YouTube-kijkers. Hey, welkom trouwens. Even een duimpje. Hey, maar ik heb het al een beetje verklapt, maar jij bent altijd een beter introduceur dan dat ik de mens van de woord. Ik denk het niet, maar probeer het eens dan. Hoe zou jij het introduceren als jij een goede introduceur zou zijn? Nou, dan zou ik het eigenlijk vrij simpel zeggen. In deze aflevering gaan we het verschil uiteenzetten tussen gevoel, intuïtie en ratio. In de vorm van hoe jij het doet, hoe ik het doe. We zijn heel verschillend ten opzichte van elkaar. En hoe jij als luisteraar en kijker daar je voordeel van kan uithalen. Zo. Ik denk dat je introduceur als beroep moet gaan doen. Ja, dit was lekker. Ik schrok er ook zelf weer van. Wat zou het echte woord zijn dan? Introduceerder. Introduceer is wat anders. Je mag iemand meenemen. Ja. Ja, ik heb eigenlijk ook geen idee. Ik vind het wel een mooi woord. Ik heb het nog nooit gehoord eigenlijk. Introducteur. Maakt niet uit. Nee, het punt is denk ik wel duidelijk. Dat denk ik ook, ja. Ja. Hey, vorige keer, toen hadden we een goede aflevering waarin we... Al een klein beetje heb jij het een en ander uiteengezet over een stukje intuïtie, dingen bedenken vanuit je hoofd, een gevoel, een alwetendheid. Nu wil ik daar de hele aflevering aan wijden met een paar eigen invalshoeken. Laten we beginnen bij jou. Dit wordt niet een interview zoals vorige keer. Ik wil je direct de vraag stellen, waarom, want ik vind het heel mooi wat je doet en dat zie je alleen op camera, maar waarom doe jij zoals de meeste mensen gevoel vanuit je hart en je buikstreek, als je dat omschrijft, vanuit gevoel, vanuit intuïtie en vanuit je hoofd? Nou, vanuit je hoofd snap ik, maar waarom zit je gevoel in je buik en bij je hart? Dat is echt een bijzonder goede vraag. Ik heb daar nog niet één keer bij stilgestaan totdat jij nu de vraag stelde. Ja, maar dit is wat de meeste mensen doen. Waar zit gevoel? Waar zit intuïtie? Dat zit nooit in je hoofd. Nou, dit is het. Dit is gewoon het antwoord. Dan zijn we klaar. Ja, vorige keer duurde... week nog. Ja, vorige keer duurde het wat langer. Dan doet hij nu wat korter. Hey, dankjewel. Hey, maar heb je ergens gehoord? Of bedenk je de plek? Nee, maar ik zie jou dat doen. Ja, maar dit is het. Dit wat jij zegt, dit is het. Nu het zo zegt, als ik wel eens het een en ander uitdruk in video's en in coachings, dan doe ik dat ook eigenlijk. Ja. Ah, doe jij dat ook? Nou, ik beeld minder uit mijn hele leven, maar... Ik voeg sowieso meer moeite als toe. Als ik meer moeite zou toevoegen in mijn leven, dan zeker. Zou ik ook zo doen, ja. Oké, dat was een mooie interruptie. Even terug naar de casus van vandaag. Het stukje intuïtie, gevoel, ratio. Nou, ik wilde een andere vraag stellen, maar dit is nog leuker, denk ik. Het verschil tussen jou en mij... Als je dat zou moeten omschrijven op dit onderwerp, hoe zou je dat omschrijven? Nu ben ik echt benieuwd. Ik neem even een slokje. Nou, ja, goh. Als ik dat kort zou moeten samenvatten, dan zou ik gewoon zeggen gewoon tegenpolen van elkaar daarin. Als ik daar een heel eerlijk verder verhaal aan koppel, zou ik zeggen, mijn intuïtie heeft... is denk ik vaker echt mijn intuïtie. En bij jou is denk ik intuïtie vaak een gevoel dat je gecreëerd hebt vanuit heel veel gedachten. En daar bestempel jij als intuïtie. Okay. Maar dat is dan mijn mening. Ja, ja, dat is jouw interpretatie. Ja. Ik ben het daar nog niet volledig mee eens, maar dat maakt niet uit. Laten wij eerst even voor de misschien wat meer leek, want het kan zijn dat het die eerste aflevering met ons is. Dat denk ik niet, maar we hebben een trouwe schare. We noemen geen namen, Jasper of Arend of Jelly. Die luisteren ook deze aflevering 100%, of ze het leuk vinden of niet. Ja. Zeker zijn ze erbij. Maar voor de wat minder trouwe fan, de definitie van intuïtie. Wat is intuïtie?
In eigen woorden, misschien niet zoals de Vandalen het zegt. Nee, maar... ik heb geen idee wat daarin staat. Maar intuïtie is voor mij een weten zonder dat je het hoeft te verklaren met je brein. Damn it, dat zou toch wel aan de Vandalen antwoord kunnen zijn. Oké. Ja, die andere twee, gevoel, dat spreekt een beetje voor zich. En de ratio, het bedachten vanuit je hoofd. Ja, maar gevoel hebben we het nu niet over. Ik geef jou een stomp en jij voelt pijn, toch? Nee. Wat bedoel je dan met gevoel? Nou, dat is eigenlijk wel een goeie, want dat weet ik dus niet. Want is er een verschil tussen een gevoel en een intuïtie? Ik weet niet, jij interesseerde deze drie dingen. Ja, maar ik kwam meer vanuit de positie, hey, je kan een bepaald buikgevoel hebben op het moment dat iemand iets vervelends zegt. Ja, is dat dan niet je intuïtie? Ja, dat vraag ik me dus af. Wat is dan het gevoel dat je hebt in je buik als iemand iets lelijks tegen jou zegt bijvoorbeeld, of over jou, of dat je denkt dat je een moeilijk gesprek moet gaan voeren? Is dat dan niet een gevoel dat komt omdat je al op heel onbewust of heel snel level daar gedachten aan gekoppeld hebt? En dat die gedachten jou terugbrengen naar een eerder evenement waarin jij een vervelend gesprek hebt gevoerd, waar jij toen buikpijn van kreeg of waar jij toen misselijk van werd, en dat je nu dus op onbewust niveau, want het gaat snel, hè? Die gedachten koppelen op onbewust niveau ook vooral. Misschien is gevoel wel dus gewoon ervaring uit het verleden waar jij een label op hebt geplakt, wat je erbij haalt op het moment dat je voor jezelf een vergelijkbaar soort evenement gaat herbeleven. Nee. Ik vind dat wel spot on. Ik denk dat dat het wel is. Dus dan hebben we eigenlijk het simpeler gemaakt, deze hele casus. Dan hebben we gedachten, dan hebben we intuïtie. Ja. En alleen die gedachten, daar volgt wel een gevoel uit. Ja, 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 ja. Dus daarom is het ook wel goed dat we het inderdaad... Maar dan is het dus gedachten en gevoel. Dat is één onderdeel, en intuïtie. Ik denk dat we dat zo moeten doen. Gedachten en gevoel. Want ik las van de week ook iets interessants. Ik weet niet exact hoe het stond, maar dat kwam erop neer. Je kunt ook gevoelens hebben, dus niet intuïtie, maar je kunt ook gevoelens hebben zonder gedachtes. En heel betoog erover. En dat was dan, want soms ben je gewoon moe of zoiets. En dan voel je moe en dan voel je chagrijnig. En dan heb je dus dat gevoel. En dan later denk je pas, ik ben echt chagrijnig. Maar ik denk niet dat dat kan. Ik denk namelijk dat je op onbewust niveau zo snel al gedachtes hebt. Bijvoorbeeld, godsamme, weer maar 2 uur geslapen afgelopen nacht. Nou, lekker kut dan. En vandaar het komt op onbewust of meer op de achtergrond een treintje aan hele korte, snelle gedachtes en ervaringen uit het verleden van op gang. En van daaruit ontstaat dan een gevoel. Ja. Ik denk dat het enige gevoel dat je kunt hebben zonder gedachtes is, ik stomp jou voor je bek. Of jij loopt met je bek tegen de kerk aan. Hey. Ja. Of het gevoel als je een kind aan het baren bent. Daar hoef je geen gedachtes voor te hebben om wel pijn te voelen daarvan. Dat is wel zoals het is. Alleen dat is een ander gevoel dan het gevoel vanuit gedachtes. Ja. Maar ik weet het niet, hè? Nee, ik ook niet. Misschien als iemand het wel weet, echt op wetenschappelijk onderzocht niveau of zo, laat het ons dan weten. Maar ik vind dit wel heel plausibel. In ieder geval voor deze casus en deze context hebben we een goede context geschept, om zo te zeggen. Check. Fijn voor jou ook, context. Ja, ik vind het heel fijn. Ik voel me heel erg... Ik voel me heel senang op dit moment. Ja, ja, ik denk gewoon... Wat is senang? Heb je dat gelezen op theezakjes? Nee, ik hoor dat wel eens van mensen. Oh. Ja, daar bedoelen ze volgens mij mee dat ze zich dan heel fijn voelen. Er zijn geen mensen die een buitenlandse taal spreken. Nee. Nee, gewoon Nederlandse mensen. Oké, nee, ja, oké. Hey, anyway, laten we dan maar eens beginnen met intuïtie. Ik denk dat ik dat minder ontwikkeld heb dan jij. Nee, ik denk dat iedereen dat op hetzelfde niveau ontwikkeld heeft. Okay. Iedereen heeft een spot on intuïtie. Alleen zijn sommige mensen die meer vanuit hun hoofd leven. En... ja, hè? Dat, ja. Ik noem geen naam verder. Maar... Nee. Oké, voorbeeld. Stel, ik zit met iemand in een prospectgesprek. En ik doe iemand de voorstel om een jaar met mij 1-op-1 te werken. We hebben een heel goed gesprek gehad, een uur lang. En die persoon die heeft meerdere keren gezegd, oh, dit moet ik gewoon doen. Dan weten ze de prijs nog niet, maar dit moet ik doen. Dit is wat ik nodig heb. Dan komen we aan het eind van dat gesprek en zie je het jezelf te doen? Ja, 100%. Oké, wil je de investering nog weten? Ja. Nou ja, de investering om met mij te werken is, en dan noem ik het bepaalde bedrag wat het op dat moment is. En dan zie ik een soort van bijna paniek in de ogen ontstaan. En dan in één keer, ja, ik moet erover nadenken en eigenlijk al die standaard bezwaren. Maar dan komt het, of in het moment zelf of een dag daarna, ze er toch nog even over na hebben gedacht. John, ja, nee, ik voel hem toch niet. Ik heb toch het gevoel dat ik dit niet moet gaan doen. Waar hebben we het dan over? Nou ja, over ervaring uit het verleden, over angsten, over overtuigingen, over het niet het vertrouwen hebben in het geld terug kunnen verdienen, over geen idee hebben waar je het geld vandaan moet halen, over jarenlang keihard hebben moeten werken om het geld aan de kant te zetten en nu dan dat hele bedrag in één keer moeten investeren, over in het verleden investeringen gedaan hebben die niet goed gegaan zijn. Daar koppelen we dan bepaalde dingen aan, gedachten, overtuigingen, ervaringen dus, die in het verleden opgedaan zijn.
ja, dat creëert een gevoel. En dat creëert bijvoorbeeld het gevoel van die misselijkheid die je voelde toen je opgelicht was en al dat geld kwijtraakte. Mm. Of dat creëert de boosheid die je vader had op het moment dat iemand een auto verkopen zei, nou die auto is 30.000 euro. En je vader zei, what the fuck, ze slaat dat op, dat is godverdomme dan niet normaal. En je zag dat je vader kwaad werd. Dus jij hebt gewoon bedacht, ergens zo'n omweg, oeh, nou ja, zulke bedragen, dat vind je belachelijk. Daar komt dat, denk ik, vandaan. Mm. Want als ik dit voorbeeld iets verder voer, sommige mensen, die moeten dan deze podcast gaan luisteren blijkbaar. Want die weten het dan zelfs na bijvoorbeeld 24 uur. Dus dan hebben ze er 24 uur over nagedacht. En zeggen, nou ja, nee, mijn intuïtie heb ik een paar keer gehoord. Mijn intuïtie zegt dat ik dit beter toch niet kan doen. Maar ja, jij geeft eigenlijk net het antwoord al, maar kan dat überhaupt nog intuïtie zijn dan? Als ze dat na 24 uur nog zeggen. Ja, maar je weet niet wanneer ze dat voelden, hè? Want als zij vooraf, als ze met... Kijk, op het moment dat je aankomt lopen, weet onze intuïtie al, jij bent wel of niet oké. Okay. Mm-hmm. Alleen, niet iedereen hoort dat, wat de intuïtie zegt. Omdat heel veel mensen dat zo lang niet gevolgd hebben, dat ze het fluisterstemmetje niet horen. Maar het kan zijn dat het meerdere momenten waren dat hun intuïtie daadwerkelijk een ja of nee was. Hè? Of whatever hun intuïtie is, maar voor mij is de intuïtie een ja of nee. Dus ja, het kan wel, alleen het ligt aan de context. En het ligt aan, ja... Op het moment dat je zegt, mijn intuïtie zegt dat, ja, als je dan om een verklaring vraagt, dan is ja, mijn intuïtie zegt het gewoon. Mm-hmm. Dus soms is het ook wel gemakkelijker van af te maken wellicht. Ik denk dat in sommige gevallen het echt intuïtie is. En ik denk dat in de meeste gevallen is, je voelt het vanuit de ervaring uit het verleden, maar ik zeg, ik voel het, dus ik noem het intuïtie. Ja, en met dit specifieke business gerelateerde voorbeeld, denk ik, je kan... Als je erover nagedacht hebt, is het geen intuïtie. Nee, maar in dit geval, dus ik heb bijvoorbeeld een goed gesprek met iemand. Iemand had een bepaalde verwachting bij het gesprek. Dan kan het maar zo zijn dat we misschien wel op de eerste minuut van het gesprek, dat het al is, nee, ja, dat wordt hem toch niet. Zeker. En dan ga je uit fatsoen het gesprek hebben om toch om te kijken wat er nog uit kan komen. En van daaruit ontwikkelt zich dat verder en worden het meer gedachten. Ja. Maar dan denk ik dat helemaal in het begin van het gesprek, ergens van binnen, dan is dat al besloten. Ja. Tenminste, als ik ook naar mezelf kijk, hoe dat bij onze coaches is gebeurd. Oké. Okay. Stel hè, en dit is overigens waar trouwens, ik zou dat meer willen ontwikkelen. Die intuïtie die er toch al zit, om daar meer op te leren vertrouwen. Jij bent daar overduidelijk een heel stuk verder en beter in. Nou ja, met je paardenbusiness al natuurlijk. Je traint dat veel meer, voor zover je dat kan trainen. Mm. Misschien is dat niet helemaal het juiste woord. Maar... Nee, je traint de rest minder. Dat is het meer. Je traint je hoofd minder. Of je vertrouwt zijn op je gevoel. Maar ja. Okay. Ja, dat vind ik wel. Maar oké. Dus stel, ik zou er ook meer willen kunnen uiten. Hm? Hoe moet ik dat doen? Of is dat dan weer zoiets van, dat is dan bedacht. Ja, daar ga je dus al. Ja. Want de hoe is een vraag vanuit je hoofd. Het is het enige wat je hoeft te doen, is... dat klinkt dan weer zo simpel. Maar ik ga het wel gewoon zeggen. Het enige wat je hoeft te doen... is op het moment dat je op het punt staat van een beslissing nemen, dat eerste ding dat in je buik schoot, dus niet in je hoofd, maar in je buik schoot, gaan doen. Wat ik bijvoorbeeld had met mijn cacao-ceremonie, leideropleiding, ik vind het een lang titel, daar wist ik gewoon, dat moet ik doen. En toen ging ik niet eens nadenken, want ik volg mijn intuïtie daarin, dus ik weet dat ik dat moet doen, maar ik wist nog niet wat, ik wist nog niet de praktische dingen, ik wist gewoon, dit ga ik doen. Ga ik doen. En wat daarna gaat ontstaan is, ja, maar het is wel lastig in de agenda, kost geld en al die dingen die dan kunnen komen, dat weet je al, dat is uit je hoofd. Het eerste moment dat jij iets zag of iets iemand zag, misschien is dat wel een goed beginpunt. Het eerste moment dat je iemand ziet, wat zegt dan jouw intuïtie? Alleen het ding is, dat kan dus ook zomaar zijn dat als jij iemand in de supermarkt ziet en je gaat daarop trainen en diegene lijkt op jouw gymleraar van vroeger en je had een super hekel aan gym, dat het direct al niet meer jouw intuïtie is die iets zegt over die meneer die jij daar ziet, maar een aaneenschakeling van onbewuste gedachten die jij koppelt aan jouw gymleraar van die les die jij dus altijd super kut vond, wat jij nu gaat projecteren op degene in de supermarkt. Dus dan is het per direct alweer niet je intuïtie, dan is het een ervaring uit het verleden dat je naar het heden haalt. Dus het is... Goh, ik zit nu ook te kijken naar een simpel dingetje. Nee, ik wil ook eten als voorbeeld geven. Want wat je daarin merkt, als je luistert naar je lichaam, weet je of je lichaam eten nodig heeft of niet. Of je moet stoppen met eten of je bord leeg moet vreten. Maar wat is er bij ons in de maatschappij gebeurd van jongs af aan? Je moet je bord leeg eten. Je eet je bord schoon leeg. Dat is wat je doet. Of je eet eerst je aardappelen en je groenten en dan je stukje vlees en dan je toetje. Je eet niet andersom. Dat is niet wat je doet.
Maar op het moment dat jij zit te eten en jij bent vol, dan is dat een bepaald gevoel in je buik. En dit is niet intuïtie, maar dit is alleen al het dingetje. Het is een bepaald weet. Je weet, ik zou eigenlijk nu door moeten eten, want dan word ik misselijk. Of dan heb ik een volle buik. Dat is vanuit ervaring uit het verleden opgedaan, omdat je wist, iedere keer als ik door bleef vreten, dan was ik misselijk. Tegelijkertijd weet je ook dat als je op dat eetvlak wat dieper incheckt en weet, oké, als ik niet daarnaar kijk, want dat is vanuit ervaring uit het verleden, dat je weet, toen heb ik zoveel gevreten, toen werd ik misselijk, moet ik niet gaan doen. Ik weet vanuit het verleden, als ik direct na maaltijd ga wandelen, moet ik overgeven. Dat is altijd al zo geweest. Dat is niet intuïtie, dat is gewoon ervaring. Als je incheckt, en dat geldt echt voor iedereen, alleen de meeste mensen kunnen dit in het begin niet horen, weet je welke dingen je lichaam nodig heeft, waar je lichaam om vraagt. Dus als je dan gaat eten, dan is het niet wat de pot schaft, maar dan is het waar heeft mijn lichaam behoefte aan. Ik merk dat ik echt heel erg behoefte heb in fruit. Ik merk dat ik vandaag heel erg behoefte heb in grote maaltijden. En dat is dan weer een sturing, dat is de intuïtie van je lichaam in welke voedingsstoffen op dat moment bijvoorbeeld nodig zijn. Ik denk dat dit het makkelijkste gebied is, ondanks dat het nog steeds niet altijd makkelijk is, om daar te gaan beginnen, om te gaan leren luisteren naar wat zegt dat gevoel in mij. Alleen het nadeel is, als je een verstoorde relatie hebt met voeding, dan is het weer niet zo handig. Dus ik heb gewoon niet een handige hoek. Daar is er gewoon niet. Maar zouden we misschien kunnen zeggen, en ook dat is weer niet voor iedereen, en dat is het toch niks, denk ik, maar de tijd, zeker in de westerse wereld, de tijd waarin we leven, die is zo gejaagd. Dus er is eigenlijk geen stilte meer. Dat ook het probleem is. Dus op het moment dat mensen meer stilte creëren, dat ze meer kunnen gaan luisteren naar die interne wereld, zeg maar. En dan heb ik het niet alleen maar over die interne wereld dialoog in dit geval, maar gewoon je interne weten. Want ik merk het nu bijvoorbeeld zelf. Ik ben de laatste tijd, we hebben er wel een podcast aan gewijd, dat ik eigenlijk te veel aansta. Dus ik ben mezelf wat meer uit aan het zetten, wat het ook maar betekent. Na de training even iets langer zitten, rustige muziek op, iets meer focus op ademhaling, die powernap weer terug, eerder naar bed, in de avond gewoon minder prikkels. En nu merk ik, er ontstaat weer meer rust. En omdat er meer rust, maar ook letterlijk meer stilte ontstaat, want ik sta dat toe, check ik weer meer in bij mezelf. Zou dat ook een begin kunnen zijn voor mensen? Ja, als je minder bezig bent, dan kun je ook meer zijn. En in het zijn is waar je intuïtie kunt gaan horen. Maar intuïtie is ook dat knagende gevoeletje dat je misschien al maanden hebt, dat iedere keer zegt, niet, dit moet je niet gaan doen. Ik heb geen zin in de dag. Of dit wordt, en het is niet eens met die zinnen. Het is niet eens zoveel woorden. Maar het is gewoon, nee, dit is het niet. Of is dit het nou? Of dat dingetje. Dat is ook zo'n gevoeletje. En wat doen we in onze maatschappij? Dat drukken we weg. Want we hebben geen tijd om daarover na te denken. En wat moet dan met mijn leven? Dus het is dat dingetje dat iedere keer sluimert, wat je weg blijft drukken. En als je dan inderdaad minder bezig gaat zijn en meer gaat zijn, dan zou je kunnen... merken dat je meer in contact komt met die stem. Alleen het ding is, wat gaan de meeste mensen doen als ze mediteren? Gaan ze zitten tellen. Of ze hebben een geleide meditatie. Voel je lichaam, voel je voeten, voel je tenen, voel je kuiten. Wat heel mooi is voor de rust in je hoofd. Maar het gaat niet om de rust in je hoofd. Het gaat om de volgende laag. Dat gaat om die stem ontdekken en wat er eigenlijk onder zit. Maar een eerste stap zou wel kunnen zijn, überhaupt die rust in je hoofd creëren. Dus als we dan toch een hoed erop moeten plakken. Niet iedere keer bezig zijn, maar ook gewoon zijn. Van daaruit misschien een eerste stap een meditatie gaan doen of meerdere meditaties. Totdat je op het level komt dat je merkt, ik heb soms geen gedachten. Dat is echt gewoon stap 1. Dat kan weken duren. En daarna, als je op dat punt bent gekomen, volgende stapje, stoppen met geleide meditatie, stoppen met tellen in je hoofd, stoppen met wat je ook doet om te mediteren. En dan gaan ervaren, wat gebeurt er eigenlijk in mij? Eigenlijk zou je de samenvatting is gewoon het durven loslaten. Want je houdt nog steeds dan vast aan iets. Aan de controle. We hebben natuurlijk wel eens dat ijsbadverhaal, inmiddels fameus ijsbadverhaal gedeeld, dat ik jou ging uitschelden. Ja. Omdat ik er als een baby half ook nog maar erin, in die ton. En nu denk ik, de muts op ook. Ook nog eens, maar wat een loser. Nou, dat verhaal is wel bekend. Maar toen liet ik overduidelijk niet los. Nee. Dus toen dacht ik dat het mijn gevoel was van, dit moet je niet doen. En dat was allemaal bedacht. Ja. En nu, gisteren op het moment van opnemen, zat ik er weer in. 2 weken niet, omdat ik steeds zo ziek was. Of zo ziek, dat klinkt ook overdreven. Maar nu ging ik er weer in. Hij was best koud, 2,5, 3 graden of zo. En ik kon niet echt loslaten, merkte ik. Zeg maar, ademhaling en zo ging goed. Maar echt op het diepere level, toen ben ik er ook uitgegaan. En ik ga vanavond weer, want ik ga het oefenen. Maar dat is denk ik wel een heel mooi vergelijk. Op het moment dat je niet echt kan loslaten, kan je nooit echt inchecken bij jezelf. Nee, die stilte is uiteindelijk waar je dat stemmetje kunt horen. Want je intuïtie spreekt ook tegen je op de momenten dat je doucht, dat je net wakker bent. Want dan ben je nog leeg. Dan heb je nog geen dag gehad, dus dan
heb je die stilte nog meer in je. Als je aan het wandelen bent, als je bent. En dat is echt wel stap 1. Je moet gaan leren zijn om ook die dingen vanuit je buik te kunnen gaan horen en te kunnen gaan ontvangen. En ik zeg buik, maar dat kan ook je hart zijn of dat whatever jij het gaat noemen. Maar je weet direct al dat als je dus kunt beredeneren, dan zit je alweer in je hoofd. En in je hoofd zit niet je intuïtie. Nee, want ik heb nogal een mooi voorbeeld als het gaat om coaching. En die kan je als luisteraar ook wat breder trekken in communicatie aan zich. In gesprekken, of je nou luistert naar zo'n podcast of dit, of je zit in een dialoog met iemand. Weet jij nog wel in het hele eerste begin, toen wij samen coaching deden, als in wij zaten naast elkaar en toen spraken we met iemand. En ik wilde alles voorbereid hebben. Ik had hele lijstjes. Ik moest al voorbespreken met jou. Ja. En ik wilde ongeveer mijn script afwerken. Ja, hij was heel onwerkbaar. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, totaal niet vanuit gevoel, intuïtie of whatever. Vandaag de dag, deze podcast bijvoorbeeld, is ook een mooi voorbeeld, maar ook de coachingsgesprekken, ik bereid bijna niks meer voor, afhankelijk van de context. Soms ja, een wel. Nieuw iemand lees je in. Ja. Ja, maar ik bereid bijna niks meer voor. Ik vertrouw op mezelf, ik weet gewoon, hey, de competenties, die skills zijn er. Ik kan luisteren en ik kan spreken. Meer heb je niet nodig voor een gesprek in dit geval. En ik zit daar en ik stel een vraag en ik luister weer en ik denk niet na over wat moet ik dan gaan vragen. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, hey, ik check in met the universe of whatever en het komt tot mij. Mm-hmm. Dat geeft nu een paar jaar dat ik dat echt heel goed doe, al zeg ik het zelf, de best mogelijke gesprekken. En dat ik dan soms tijdens een gesprek of anders daarna denk, goh, ik weet niet waar het vandaan kwam, maar dit was godverdomme goed, zeg. Ja. Is dat ook dit? Wat? Nou, meer vanuit, niet zozeer intuïtief coachen. Dat is dus wel een soort van meer openstaan voor wat er door je heen wil bewegen. En dat is het weghalen van die blokkades van het leven in je hoofd. En het leven in je hoofd is dus ook alles willen uitdenken, alles willen controleren. En op het moment dat je die controle meer los durft te laten, moet je dus terugvallen op vertrouwen. Want dat is de volgende stap. En van daaruit kun je dus gaan merken dat je inderdaad een soort van doorgeefluik wordt voor dingen die je enerzijds al ook vanuit ervaring hebt. Hè. Die zitten ook gewoon in je opgeslagen. Maar je komt vanuit vertrouwen, de kennis heb ik. Dus als het nodig is, komt het eruit. Maar tegelijkertijd kun je soms in zo'n staat van zijn antwoorden hebben of dingen hebben waarvan je denkt, ja, die heb ik volgens mij nog nooit ergens anders gehoord. Of daar heb ik geen idee hoe ik daarbij kwam. Ja, en dat is ook het echt ingecheckt zijn en het openstaan voor dat wat er door jou heen wil gaan bewegen. Hmm. Alleen het ding is, kijk, als het gaat om intuïtie en gevoel en gedachten, zelfs die twee even op één stapel gooien. Wat was dan gevoel en gedachten of gevoel en mindset? Nee, gevoel en gedachten. Ja, gevoel en gedachten. Ja. Die intuïtie is niet een ding dat je hoeft te leren. Dat heb je als baby ook al. Want een baby weet intuïtief wanneer die moet slapen, wanneer die moet eten, wanneer die moet huilen omdat die aandacht nodig heeft of aanraking nodig heeft. Die heeft niet die gedachten. Dus je bent letterlijk vanaf het moment dat je geboren bent, ben je heel intuïtief. Maar je zou dus ook kunnen zeggen dat een baby letterlijk vanaf het moment dat hij geboren is, verstoord wordt in zijn intuïtie. Ja. Of in ieder geval, veel baby's krijgen al mee dat hun intuïtie fout is. Want ouders gaan bepalen, ja, maar het is nu 2:00. Dus dat is heel kut als je dan gaat slapen. Dus je gaat gewoon wakker blijven tot vanavond 5:00. En dan is het eigenlijk al, en dat slaat een baby niet als die gedachtes op, want die heeft niet zulke gedachtes. Maar het is wel een foutmaking van de intuïtie van zo'n baby. Kindjes gaan eten op een bepaald moment, behalve ons kind, maar de meeste kindjes gaan eten op een bepaald moment. En die wordt geleerd, je moet je bord leeg eten, want dan krijg je een toetje. En dat kind denkt misschien, ja, maar ik heb geen honger meer, ik ben gewoon vol. Of ik heb vandaag minder honger. Als je ziek bent, wat doe je? Eet je over het algemeen vele malen minder. Als je ongesteld bent, wat doe je? Eet je vaak meer zoete dingen. En vrouwen dan. En dat is om een reden, omdat het lichaam aangeeft, dit is wat ik nodig heb. En wij gaan vervolgens met ons brein bedenken wat we vinden dat het beste is, gebaseerd op onze overtuigingen, op wat we hebben geleerd, wat we hebben meegemaakt, wat we vinden dat we moeten doen, wat we denken dat de buitenwereld vindt dat we moeten doen. En dat zijn al die dingen die vanaf jongs af aan eigenlijk iedere keer bovenop de intuïtie gestapeld worden. Dat is gewoon als een soort van stenen. Dus je hebt gewoon een hele muur gestapeld tussen jou en jouw intuïtie. Jouw intuïtie is er nog steeds. Die is nooit weg geweest. Die is altijd supersterk. Alleen als de mind sterker en sterker wordt en het gevoel wordt minder belangrijk gemaakt, of intuïtie in dit geval wordt minder belangrijk gemaakt, die intuïtie blijft alleen maar fluisteren. De stem van de ego die schreeuwt als een motherfucker. Dus wat ik bijvoorbeeld merkte de laatste weken al, is ik weet van bepaalde dingen, dat is niet de juiste weg voor mij. Daar moet ik eigenlijk mee stoppen, dat zou ik eigenlijk niet moeten doen. En dat is niet eens een gedachte, maar dat is gewoon een weten dat ik heb. En dat vertaalt zich op een gegeven moment, als ik erover na ga denken, in woorden.
Maar dan weet ik al, oké, dit is niet het goede pad. Dit moet ik niet gaan doen. En ik blijf het doen omdat ik nog de angst heb om los te laten. Om me eraan over te geven. Omdat ik bang ben voor het onbekende. Dus wat je kunt doen op het moment dat je merkt, ik heb zo'n sluimerend stemmetje dat eigenlijk mij wat probeert te vertellen. En ik hoor hem ook wel. Maar ik blijf hem negeren op de een of andere reden. Zoom dan eens in op de gedachten die je hebt. Want op het moment dat je inzoomt op de gedachten die je hebt rondom het stukje dat jij intuïtief inkrijgt. Dus laten we zeggen, intuïtief krijg je door. Ik moet gewoon stoppen met mijn zaak of met mijn baan. Of ik moet stoppen met dit. Maar dat ga ik niet doen, want. Oké, wat is die want? Nou, want dan weet ik niet hoe het zit met geld. Of dan weet ik niet wat mijn ouders van me vinden. Of dan weet ik niet wat mijn partner van me vindt. Of dan kan ik niet maken, want. Of vul in, wat zijn al die gedachten die je hebt rondom het stoppen waarvan je eigenlijk weet dat je het moet gaan doen. En dan kom je bij de overtuigingen die je hebt, de ervaringen die je hebt opgedaan, de labels die je opgeplakt hebt, alles wat je vanuit je verleden mee hebt gekregen. En daar kun je volgens mij aan de slag gaan om dan wel te besluiten, ik ga tegen mijn gevoel in gewoon door blijven gaan met wat ik doe. En ik weet dat dit niet mijn pad is, maar ik accepteer dat. Dat is een keuze. En een andere keuze is, oké, ik zie al mijn angsten en die heb ik blootgelegd en ik heb mijn schaduwen aangekeken. En van daaruit kan ik andere beslissingen gaan nemen. Maar dan begint het soms wel alsnog in je hoofd. En gaan ontdekken welke dingen dus allemaal gaandeweg opgestapeld zijn. Voordat je de stap gaat maken naar dan wel het volgen van je intuïtie. Dan wel negeren van je intuïtie. Want dat is natuurlijk ook een keuze die je kunt maken. Hè? Je hebt als mens altijd je vrije wil. Dus je hebt altijd de beslissing om te nemen, ga ik het wel of niet volgen. Maar dat zou een eerste stap kunnen zijn. En dan nog, dat ligt misschien wel in lijn met de vorige aflevering over de cacao en ayahuasca en al die dingen die jij meer geestverruimend, dat is misschien wat groots voor cacao bijvoorbeeld. Maar als we kijken naar mijzelf, hè, we hebben wel eens geconstateerd, nou, ik zit veel in mijn hoofd. Ja, je bent ook wel iemand van controle. Ja, nou ja, precies. En meer van dat al. Dus we kunnen een heel lijstje maken. Maar dat uitzicht, dat is ook wel een beetje kansloos. Bijvoorbeeld, als wij op bed liggen en jij pakt mijn arm op om mijn arm te laten vallen. Gewoon van, als een plump pudding laten vallen. Ja, wat je de curls doet, dan til je iemands arm of been op om te kijken, nou, gewoon om slap te laten hangen en dan valt hij, zeg maar, terug op bed. Dat is die oefening. Zeg. Nou, wat gebeurde er eens een keer bij mij? Dat was zo dom. Dat deden we het ook best wel een paar keer gedaan, hè. Ja. En bij mij kunnen doen en dan valt hij gewoon alle kanten op. Zelfs letterlijk als je boven mijn hoofd of buik of zo, dan valt hij op mijn gezicht voor mijn buik. Dat is best kut als iemand dat doet bij je. Maar zo los ben jij dan. Ja, dat klopt. En toen deed ik dat bij John een paar keer. Nou, een paar keer ging het matig, een paar keer bleef hij hangen. Eén keer ging hij omhoog. Dat is pas controle willen hebben. Dat is echt gewoon de zwaartekracht overtreffen. Ja, exact. Dit is niet per se intuïtie. Dit is wel wat anders. Maar dit is vooral John die in zijn hoofd woont. Dat heeft hier ook alweer alles mee te maken. Dat is dus natuurlijk die blokkade voordat je überhaupt bij dat gevoel en de intuïtie kunt gaan komen. Ja, dus wat? Of zo kwam ik er eigenlijk op. In dit geval voor mezelf. En ik spreek voor een vriend natuurlijk. En uiteraard, ik ben nu ook wel weer de belichaming voor de luisteraar. Ja, uiteraard. Ja, zeker. Ja. maar wat zou daarvoor kunnen werken? Zou dat dan goed zijn voor mij om bijvoorbeeld ayahuasca te doen? Om dingen aan te kijken die ik nog nooit heb aangekeken? Want dat komt natuurlijk ergens vandaan. Nou, wat hierin meteen al een mooi ding is. Je hebt eigenlijk twee wegen die je zou kunnen bewandelen. Eén is of inchecken wat zeg je gevoel over ayahuasca, over cacao, over alle soorten spirituele reizen. Je hebt van ademsessies tot aan soundhealingen, tot aan communiceren met planten, je hebt echt superveel dingen. Als je kunt inchecken met je gevoel erover, wat is dan jouw gevoel? Wat zegt jouw gevoel? En over het algemeen is het zo dat als jij, als het jouw pad is, dan word je er tot aangetrokken. Dan blijf je terugkomen. Dan blijf je iedere keer of af en toe denken aan ayahuasca. Het hoeft helemaal niet iedere dag, maar gewoon dat iedere paar weken of iedere paar maanden terugkomt. Mensen die het er ineens over hebben, dingen die er ineens over lezen. Dus het komt meer op je pad. Maar als je dat echt gewoon niet ontwikkeld hebt, en die intuïtie die klopt wel, maar die voel je gewoon nog niet helemaal. Dan wil je dus gewoon die signaaltjes alleen maar volgen. Niet zozeer wat voel jij erbij, wat vind jij ervan, maar wat zijn de dingen die gebeuren. Als iedere keer opnieuw jij opmerkt, oké, nu zie je dus weer wat van ayahuasca. Misschien moet ik mij daar eens in gaan verdiepen. En dan ga je de dingen overlezen en dan ga je alsnog vaak wel een rationele keuze maken. Maar dan ga je wel voelen, resoneert dit met mij? En dat is wel een hele mooie eerste stap. Resoneert dit met mij? Is het iets waarvan je wilt wegbewegen of waarvan je eigenlijk, nou, ik vind het wel interessant. En dat is gewoon een eerste stap. En dan ga je dat eens ontdekken. Ik heb dat met, wat was dat nou toch voor ceremonie? Oh ja, happé, zeg je dat? Dus je schrijft rapé met een streepje op de E. Ja, jij zegt dat ik las, dacht ik, rape.
Dat is wat anders. Ja, rape schrijf dat, is het niet. Maar HP zeg je dan. Dat is zo'n ding. Ik weet niet eens exact wat het is. Maar ik voel heel intens, dat moet ik niet gaan doen. Dat is niks voor mij. Ik weet niet eens wat het is. Maar ik weet gewoon, ik moet dat niet gaan doen. Terwijl bij ayahuasca had ik heel sterk, dat moet ik gewoon gaan doen. En bij cacao wist ik ook, dat moet ik gewoon gaan doen. Bij cacao had ik vervolgens de gedachte, ja, ik heb ayahuasca sessies gedaan, dan ga ik niet die chocolademelk nemen, want wat heeft dat dan voor nut? Dat is echt wat ik dacht. Dat denken heel veel mensen bij de cacao ceremonie. Maar dus dat zal een pad kunnen zijn. Als jij dus niet echt kunt inchecken bij jezelf, ga je er dan in verdiepen, gewoon bewust. En ga eens kijken, hoe ervaar je dat? Resoneert het ja of nee? Net als dat je tot sommige mensen aangetrokken wordt en tot sommige mensen afgestoten, zonder dat je ze kent, zonder dat je er iets van weet, maar je merkt gewoon, trekt aan of het stoot af, dat ga je ook met zulke dingen hebben. En dan weet je, is het een pad voor mij, ja of nee? Nou ja, als je dat weet, ja, dan zijn er heel veel goede mogelijkheden die je hebt. En als je merkt, nou, ik vind het gewoon fucking eng, want dat kan, ja, dan kun je altijd een tussenstap nemen. Dan kun je of gewoon überhaupt gaan spreken met iemand die zoiets organiseert, of dan kun je ook een zachtere eerste versie gaan doen. Cacao is altijd een milde versie. Dat is een hele mooie eerste start eventueel. Ja, cool. Ter afsluiting, als ik daar nu even op incheck bij mezelf. Ik heb dat eerst heel lang met dat watervaste gehad bijvoorbeeld. Hè? Dan had jij het wel zo van, oh, je moet dus watervasten, dat is goed. Nee, ga ik niet doen. Beetje zoiets. En dat, maar elke keer kwam dat wel weer terug. Totdat we ergens half jaar geleden of drie kwart jaar geleden alweer, toen 36 uur hebben gewatervast. Ook een stukje loslaten, want ik wilde dat niet. En dan ging ik erover nadenken. Ja, maar ik moet elke 2 uur eten en dit en dat. En dan breek ik spieren af en weet ik veel. Allemaal bedacht. Totdat we het hebben gedaan. En toen moest ik wel loslaten. Wat een paar keer per jaar nu terugkomt en nu steeds wat sneller, is een stilte weekend of zo. Oh ja. Dus gewoon langer stilte. Dus ik weet gewoon, hey, vroeg of laat, en waarschijnlijk dit jaar nog, moet ik daar aan geloven, dat is niet het juiste, maar moet ik daar wat mee? Om gewoon nou, dat te... ja, maar dan zou ik dus ook zeggen, dan wil ik daar wat mee. Want moed is anders weer, nou, zo vaak goed, nu ga ik er maar wat mee doen. Ja, dat is een goeie. Alles wordt gecreëerd in taal. Ja. Dus dat is ook dit. Dus ja, zo ben ik bij mezelf toch ook wel medegevoed door jou. Want ik zie bij jou ook letterlijk hoe het werkt. En ja, jouw leven werkt best wel voor je. En dat komt onder andere door dit. Want alles wat jij bedenkt en dan wel of niet doet, dat werkt niet echt. Maar alles wat jij soort van door je heen laat gaan, dat werkt heel erg goed. Dus ja, ik kan het ook niet meer negeren. Nee, ik kan het niet negeren, nee. Nee, maar dat is ook eigenlijk gewoon een eerste stap. Neem jezelf serieus. Want intuïtie volgen heeft niks te maken met alleen maar doen wat goed voelt. Sterker nog, het zijn vaak dingen waarvan je heel veel angst hebt. Waarvan je echt denkt, fuck, dat weet ik niet. Maar dat is het stukje ego, dus het mensenstuk, zeg maar. Inclusief dat wat de buitenwereld van ons vindt enzovoort. Dat geeft die angst, want die ego, die wil altijd vast blijven houden aan wat hij kent. En als je langzaamaan gewoon de eerste stappen gaat zetten in, goh, ik merk inderdaad dat zo'n stilte weekend trekt mij. Of goh, ik blijf iedere keer geïnteresseerd en ik blijf iedere keer googlen op ayahuasca. Nou, ga er eens wat mee doen. En dat betekent niet dat je het moet gaan doen per se. Alleen dat je het wel mag gaan ontdekken, ondanks al die weerstand in je kop. Die zegt, nou doe normaal, je bent toch ook helemaal niet spiritueel. Nou, wat zal de rest ook wel denken? Of ja, nou, ik heb altijd gezegd, ga ik het even nooit doen. Super dom als ik het wel nu ineens ga doen. Hey, als dit is wat je merkt dat voor jou toch een volgende stap is, ga het ontdekken. Je zit nergens aan vast. Ik denk dat dit voldoende is voor nu. Heb jij nog een vervolgstap voor de luisteraars, de kijkers hierover? Nee. Nou ja, als je de vorige aflevering nog niet geluisterd, doe dat. Ja, sowieso. Dan denk ik dat dit een mooi tweeluik was. Ligt mooi in lijn ook met elkaar, deze 2 afleveringen. Jeanette, ik wil jou daarvoor bedanken. Zeer waardevol, alleen al voor mezelf. Dus hey, ik heb er al nut uitgehaald. Dus ja, elke luisteraar is bonus, zou ik kunnen zo zeggen. Zo zou het zeker kunnen. Ja, en dan zijn wij er gewoon de volgende week weer. Doei, doei. Wacht, ren niet gelijk door naar de volgende podcast. Wat is dat ene ding dat jij vandaag meeneemt? Die ene les waardoor jij weer een beetje meer relaxed gaat vlammen. Schrijf die op, laat het ons weten. En volgende week zijn wij weer met jouw wekelijkse dosis lifestyle of business.